Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Denk ik wel een vraag die je vaak krijgt. Wat is nou de gruwelijkste zaak die je het meest is bijgebleven? Het is denk ik toch wel die Amsterdamse zedenzaak. Zeg je dat nog wat met Robert M? Dat ging om een man die werkte bij kinderdagverblijven en bij, ook als particulier oppas bij, bij ouders. En die bleek baby's en peuters seksueel te misbruiken op de meest gruwelijke manier die je je kunt voorstellen. En hij selecteerde zijn slachtoffertjes op het feit dat ze nog niet konden praten. Dus vanaf het moment dat ze ongeveer 2 jaar werden en begonnen te babbelen en hem dus konden verraden, stopte hij ermee en ging hij door naar de volgende. En die was zo doortrapt en zo, ik heb er bijna geen woorden voor. Die man die was echt zo doortrapt en zo vreselijk slecht dat hij baby's en peuters dat aandeed. En die deelde zijn beelden op het dark web. Daar kon hij ook mee stijgen in aanzien op dat dark web. Kreeg hij ook toegang tot andere kinderpornografische afbeeldingen. Maar hij filmde en hij fotografeerde het misbruik dus ook. En uiteindelijk hebben ze in Amerika aan de bel getrokken omdat daar beelden opdoken van misbruik van een heel klein kind dat een nijntje truitje droeg. En dat nijntje truitje dat was alleen in Nederland verkocht en verkrijgbaar. En via dat nijntje truitje zijn ze uitgekomen bij dat kind en vervolgens ook bij Robert M. Maar ik heb daar dingen gehoord waarvan ik nooit had gedacht dat je dat met een baby van 8 dagen bijvoorbeeld kon doen. Daar kun je je niets bij voorstellen. En daar zaten wij als verslaggevers eigenlijk de hele dag naar elkaar te kijken van holy shit, hoe gaan we dit zo duidelijk opschrijven dat je wel duidelijk maakt hoe erg het was, zonder dat je al die vreselijke details gaat prijsgeven, want dat waren er nogal wat. En die waren echt heel erg, echt heel erg. En dat was continu dilemma. Want hoe pak je dat dan aan? Je hoort over zoveel gruwelijke dingen in zo'n zaak. Ja. Moet je een verslag van schrijven? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, we mochten bij die zaak niet rechtstreeks twitteren, omdat de ouders in de zaal naast ons zaten. En in de feed die zij kregen, zat een vertraging van 1 minuut. Zodat als er misschien per ongeluk een naam zou worden genoemd, of als er al te gruwelijke details over een bepaald kind zouden worden verteld, dan konden ze dat nog wegpiepen of konden ze dat die ouders even voorbereiden. En men wilde dus niet dat via tweets eerder naar buiten zou komen wat daar werd gezegd, dan die ouders het zouden meemaken. Dus het kwam voor ons aan op de schorsingen. Ja, en dat was eigenlijk continu zitten nadenken van, en overleggen met elkaar van, wat ga jij dit opschrijven? Hoe ga jij dit formuleren? We zaten echt allemaal met verschrikkelijke dilemma's daar bij die zaak. Dit hadden we nog nooit meegemaakt, zoiets. Want hoe kies je er dan uiteindelijk voor welke details je juist wel of niet beschrijft? Naast deze zaak wel meer zaken natuurlijk. Hoe maak je die afweging? Ja, toch een beetje op gevoel. Er was op een gegeven moment werd verteld dat Robert M. aan ouders waar hij oppaste op de kinderen had gevraagd of ze een fles cola voor hem wilden klaarzetten. Nou, geen ongebruikelijke vraag, hè, dat een oppas zegt van nou dat vind ik wel lekker, zouden jullie dat willen klaarzetten? Bleek hij te gebruiken om de geur van sperma te maskeren. Wist je dat cola dat doet? Ik wist dat niet. Ik leer nieuwe dingen hier. Nou ja, ik leerde daar dus ook zoiets. Dat wist ik dus ook niet. Dat heb ik bijvoorbeeld wel opgeschreven. Maar wat ik niet heb opgeschreven is dat hij een buttplug bij zich had. Die hij gebruikte bij dat seksueel misbruik. Want als ik dat zou opschrijven in combinatie met baby's en peuters, dan zou ik dus moeten gaan uitleggen waar je dat voor gebruikt. Nou, dat zag ik mezelf gewoon niet doen. Dus dat heb ik niet opgeschreven. Maar dat zijn wel details waarvan je voortdurend denkt van, ik kan wel voortdurend zeggen dat er sprake was van seksueel misbruik. Maar daar kunnen mensen zich misschien niet altijd evenveel bij voorstellen. En je moet wel, om straks het vonnis begrijpelijk te maken, uitleggen wat er gebeurd is. Ja, ik ben een beetje van een woord eigenlijk. Ik vind het wel, ja. Maar zodra inderdaad zo'n vonnis is uitgesproken, moet je natuurlijk als lezer wel weten van, oké, dit heeft die man gedaan, ja, om ja, een soort, nou, misschien een mening te vormen of het ermee eens te zijn. Ja. Dan lijkt me ook wel een lastig dilemma dan. Ja, dat is het ook. Dat is ook precies de reden waarom je niet alles kunt censureren, zal ik maar zeggen, en niet alles kunt weglaten, omdat je, kijk, je denkt aan de ene kant van, dit wordt zo verschrikkelijk schokkend als ik dit allemaal opschrijf, en tegelijkertijd weet je van, ja, het staat straks wel in het vonnis van die rechtbank en mensen moeten wel begrijpen waarom die man zo'n lange gevangenisstraf opgelegd krijgt.
dat het niet was, omdat hij alleen maar even met een hand in een luier heeft gezeten, bijvoorbeeld. Maar is het dan juist niet van belang om die informatie wel te benoemen die je net hebt? Nou ja, we hebben ook heel veel informatie benoemd, maar niet alles. Gewoon echt niet alles. En dat doe ik eerlijk gezegd bij zedenzaken doe ik dat vaker. Ik noem veel, maar ik noem niet alles. Ik leg mezelf toch een bepaalde censuur op, omdat ik denk... Ik probeer voortdurend die grens te zoeken tussen wat essentieel is om te weten, om te kunnen begrijpen wat straks dat vonnis gaat inhouden en wat sensatiezucht wordt. En ja, dat is continu balanceren. En soms ga je wel eens over het randje. Ik heb zelf een keer in de zaak van Marianne Vaatstra. Zijn jong meisje is op een gegeven moment, toen zij onderweg was naar huis of naar haar werk, dat weet ik even niet meer, maar op de fiets overvallen. Ze is verkracht, ze is vermoord en is dus een paar dagen later teruggevonden. De dader is pas jaren later opgepakt en die vertelde op een gegeven moment in de zaal dat hij haar keel had doorgesneden. En eerst met het mes haar BH doorgesneden, vervolgens haar keel doorgesneden. En toen vertelde hij, en ik deed het 3 keer en ik voelde het bloed over mijn handen stromen. En ik schreef dat op en ik had het verstuurd en ik dacht, shit. Dit was nou de tweet die ik niet had willen versturen. En toen kon je nog geen tweet verwijderen, anders had ik het geheid gedaan. Maar ja, het feit dat hij haar keel doorsneed was genoeg. En het feit dat hij het 3 keer deed en dat hij het bloed hoorde stromen en voelde stromen over zijn handen, ja, wat voegde dat nog toe? Dus dat gebruik ik wel eens als voorbeeld om aan te geven van ja, dat werd sensatiezucht. Dat voegde niks meer toe aan wat hij eigenlijk al had verteld. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Gooi een duimpje omhoog op deze video, abonneer op het YouTube-kanaal van Lef en bekijk de hele uitzending hieronder in de beschrijving.